mensen, wat ik heb Games. Welkom bij een nieuwe Watch Dogs. De vorige keer, wat ik vanuit ga dat er gisteren was, hebben wij de CTOS gehackt. En dat ging in het begin niet helemaal goed, omdat ik dacht, gewoon schieten. Maar later pakte ik het wat sneakier aan en toen ging het heel goed. Dus ja, wij gaan in ieder geval verder. We krijgen een telefoontje, dus laten we kijken wie ons belt. Hey, I need you to cover something for me. What is it? I lined up a lucrative deal with a very demanding client. He needs a driver. No. But here's the thing. I come in this morning, find Maurice trying to dig his way out of the guest room. So I need to move him. Now I could pass this problem on to you, since Maurice is really your problem. But that's not my style. I always finish what I start, and all I'm asking of you... All right, fine. I'll handle it. Okay. No, let me put you out. I'd handle it. It's a job. Exactly. It's a delivery job. Gotta move some guy. I mean, how hard is that? Just keep in mind my reputation's on the line here. He's paying top dollar for the best driver in Chicago. Then he's in luck. Mooi, want daar ben ik. Ik ben de beste die je kunt achter is. Geen één beter dan ik. Geloof dat. We gaan dus even trouwens wel een auto dan even pakken. Budget, muscle, snelle wagen. Ik denk dat ik weer voor een sportwagentje ga en dan dit keer die. Oh. Pas op jongens, ik moet even oversteken. Dit is heel gevaarlijk wat ik doe jongens. Niet nadoen, gewoon ineens zo'n dikke kruising oversteken. Maar goed, we gaan dus een mannetje ophalen en leveren. Dat wordt leuk. Dat wordt superleuk. Oh, aan de kant. Moet daar langs. Oké. Waar is dat? Dat is hier. Oh, dat is niet zo ver. Dat is niet zo ver. Daar kunnen we wel wat doen. Draai je naar rechts. Oeps. Hé, hey, sorry man, wat neem je allemaal mijn bedoeling, maar ja, misschien ook wel, dat weet je nooit. Oh, what the fuck. Zondag tussen nacht geworden, het regent. Het regent, en waarom is dit hier? Vieze, vuile kutpadjes, nou dan rennen we wel een stukje. Na, het regent. Sorry. Daar is een passagier die ik moet ophalen. Oké, dat is het dus. Oh, dat is het dus. Oh. Je bent geplaatst door een invasie? The fuck is dit? This guy's found me. Well, now I better find him. Oké, twee keer de tap. What the fuck is dat? Wie is twee keer de tap? Waarom geeft hij me trouwens niet gewoon aan dat ik hier kan rijden? Stom. In ieder geval. We moeten blijkbaar eerst even dit doen. Wie de fuck is dit? En wat doet hij? En wat moet ik doen? Een concurrerende fixer heeft een contract aangeboden om informatie van je te stelen via online hacken. Zoek de fixer die je hackt. De fixer kan zich boven je of onder je ophouden. Schuil op een dak, schuilen op een dak, zich in een voertuig bevinden of opgegaan zijn in de menigte. Identificeer X iedereen die je verdenkt als hacker. Is het iets online? Is het iemand anders die nou mijn spel in is gekomen? En zo ja, like what the fuck is dit dan? Shit, he's trying to hack in. Oh, iemand hij probeert me te hacken. If I trace his signal back, I'll find him before he touches my phone. Oh, heel erg lag. Is het omdat ik nou dus iemand heb die mij aan het hacken is? Oké. Okay. Ik kijk eerst naar beneden. Bitch ass motherfucker, stond gewoon recht voor mijn neus. Bitch. Oké. What the fuck is dit? En laat het in de reacties achter. Misschien kunnen jullie me uitleggen wat de fuck dit is. Oeh, dankjewel. Jou hacken we even. 180, hoppakee, altijd fijn. Fixers are mercenaries, they work for a paycheck. Someone's issued a contract on me. That's bad fucking news. Okay, that's not good, nee. If I remember right, these guys communicate through the grid. What the fuck is that? Can I hear spray? Oh! What? Okay, maar waar moest ik nou heen? Online hacken. Bekijk de app
online contacten. Oh. In je app online contacten, ook al bekend als de grid, zie je de online fixer activiteiten, zoals hack, race, dit, dat, zo. Je kunt het allemaal mooi lezen. Open de smartphone en selecteer de online contracten. Die? Welke is dat? Hij zegt de online media app. Nee. Leidt op van deze. Ah, nou. App online contacten. Ja, maar waar staat die? Online sessies zie ik hier staan. Oh, app online contacten. Oké, dan kan ik hier zo... Kan ik dan daadwerkelijk bij iemand anders in zijn game inbreken? Selecteer online hacken en vraag om een doelwit. What the fuck? Online hacken. Vraag om hack doelwit. Kan ik daar serieus iemand bij iemand inbreken? Gewoon een speler? Als het zo is, zou dat fucking cool zijn. Klassement bekijken. Oké. Dus dan moet ik me schuil houden op het moment dat ik bezig ben met iemand te hacken. En dan kan hij ook mij weer uitschakelen. In fact, no time like the present. Let's see what kind of contract I can pick up. Oké. Weet je wat? Let's try it. You know what? Let's try it. Oké, jou moet ik dus niet hebben. Waar moet ik heen? Bezig met spelen. Zoeken naar spelen om te hacken. Hem. Waar kan ik hem vinden? Oké, waar kan ik hem vinden? Nou ben ik wel benieuwd naar deze game optie, jongens. Waar kan ik deze vent vinden? Oh, echt ongelofelijke lag. Is het omdat ik online bezig ben dan? Fusion Projects. Nou, sorry man, maar ik ga je hacken. And there is nothing you can do about it. En hij ziet mij dan gewoon, denk ik, als een skin van een normaal persoon. Alleen, ik moet niet opvallend gaan rennen ofzo, want dan val ik op. Hij loopt zo ver weg. Kom hier, bitch. Waar ga je heen? En ik moet nu zorgen dat hij mij niet te pakken krijgt. Go. Let's try this. Kijken of je me kan vinden. Oh, dit is wel geinig. Maar hij gaat natuurlijk nou naar mij op zoek. Hoe ga ik ervoor zorgen dat hij me niet vindt? Ik denk dat dit echt een online speler is die ik nu aan het hacken ben. Oh, daar loopt hij. Want je ziet hem rennen. Dan ga ik misschien juist hierheen. Omdat hij daar dus heen rende. What the fuck? Holy shit, dit duurt wel lang zeg. Maar waar is die vent? Want hij rende die kant op. Want hij is mij nu aan het zoeken. Fucking hell. Auw. Nee, auw. Fuck. Bitch, you're not gonna catch me. You're not going to catch me. I fucked up. Auw. Ik kan zwemmen. I'm fucked. Maar ik kan zwemmen. En hij is ver weg. Maar hij heeft me dus gevonden. Oh, daar is een boot. Zal ik die pakken? Oh no. Het lijkt ontsnapt te zijn. Fuck, dan is het dus niet gelukt om te hacken. Want hij identificeerde mij.
Ah, is niet gelukt. All right. Now I can deal with Jordy's job. Some kind of driving contract. Delivering a guy somewhere. Oké, nou ik wil hier omhoog. Dankjewel. Even nou, we kunnen weer iets upgraden. Dat is dus niet gelukt. Fuck. Maar, wel geinig. Ik vind het toch stoer. Even kijken, is er nog iets wat ik echt wilde hebben? Want het, er is nou meer geschoten. Dus misschien moet ik gaat het nou wat meer komen. En ik snap deze nog steeds niet. Hoe kun je sneller wisselen? Ik bedoel, ja, fuck. Deze leek me wel mooi. Deze. Alleen, is het dan wel zo? Ja, weet je wat het doet? We kijken even. Wat is trouwens het nieuwe? Je loopt minder schade bij een botsing. Oké. Ik denk dat ik hier deze bruggen ga pakken. Ja, ik denk dat ik dat ga doen. Ja. Maar goed. Blijkbaar ga je dan in iemand anders zijn game. En die zag mij dus hem hacken. Identificeerde mij. Schoot ook een paar keer op mij. Ze gokt dat oh nee, niet weer dit. Nee, niet dit. Ben de schuilplaats, I don't care. Alsjeblieft niet weer zo'n fucker. Zo'n fucking bitch ass. Ho. Ik kan trouwens fast travelen naar mijn huis toe. En, maar is dat korter? Kijk, zo'n station is wel fijn. Is er eentje bij mij in de buurt? Waar ben ik helemaal? Ik ben mezelf kwijt. Oh, hier. Is er een trein bij mij in de buurt? Nee. Ik denk dat ik even ga fast travelen naar mijn eigen huis toe. En dat ik dan vanuit hier deze trein of zo pak. Want ik kan fast travelen, dus dan gaan we dat doen. Nou, wat je kan, moet je doen, hè. Als je kan, moet je doen. Dat is wat mijn moeder altijd zei. Maar niet echt. Waarom is dit zo? Nee, je gaat mij niet menen dat weer alles fucked is. Ja, je ziet alles is fucked. Komt dat omdat ik online ging? Are you kidding me? Zie dit! What the fuck is going on? Jullie zien dit toch? Oké, ik moet even het spel uit. Oké, mijn game lijkt weer normaal. Het lijkt dat alles weer goed is. Ik hoop dat het echt goed is, want ik heb geen zin om weer helemaal opnieuw te gaan kijken. In ieder geval kon ik mijn save nu geopend. Ja man, ik ben op tv. Yay. Hey, ik moet even naar die vent toe. Ik moet hier naartoe. Trouwens, ik zit ineens te denken, ik loop hier wel helemaal heen. Maar als ik zo kijk naar mijn facecam, kan ik daar niet genoeg opnemen. Daarvoor moet ik dus mijn game uit om het te doen. Dus dat betekent dat ook al loop ik hierheen, nog steeds moet ik eerst thuis opslaan. Dan word ik weer thuis geplaatst. Op het moment dat ik de game erin ga, aanzien ik de game helemaal uitga en daarna weer inga. Dus deze hele reis heeft helemaal geen nut gehad. Het spijt me. Sorry. Dat was dus inderdaad hele grote bullshit dat ik dat deed. Dus dan moet ik gaan rusten. Dat doen we tot morgen uur of 8. Doe maar. Vind ik een mooie tijd. 7 uur is dat vroeg. Wie staat er nou in hemelsnaam 7 uur al op, man? Zo. En dan ga ik jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Druk even op het duimpje omhoog. Ondanks dat het hier hackte. Ik hoop dat het uiteindelijk niks ernstigs is. Ik ga dadelijk even kijken bij mijn opnames. Of ik dan nog door kan opnemen. Ik hoop het wel. Ik hoop het echt van harte. En dan ga ik denk ik hierna niet meer door met opnemen. Want ik heb denk ik niet genoeg ruimte. Dus dan zullen we de volgende keer weer andere dag. Zien jullie me hier niet meer zo bezweet zitten. Hopelijk is het dan niet weer zo tyfus warm. Want het is geloof ik vandaag 33 graden. Veel te warm. Dus, bedankt voor het kijken. Druk even het duimpje omhoog. Abonneer. Laat een leuke reactie achter. En dan gaan we de volgende keer eindelijk het verhaal doen hier. Passagier. Gaan we de volgende keer doen. Tot de volgende keer. Later. Doei. Aan de kant. Ik rij over deze baan. Veilig. Dit. Ik weet dat je dan alleen moet gaan doen. Gewoon even pakken. Fuck shit up. Holy shit, deze is wel snel aan de spot. Ah.
Ah, yeah! Elbows, man.